Meneer Schalkwijk, dat plan loopt van 2020 tot 2022. Wil dat zeggen dat die moeilijke periode waar we allemaal doorheen zullen moeten gaan, 2 jaar zal duren? Ja, dat is, we hebben het doorgerekend en het is maximaal 2 jaar dit jaar. En dit jaar is eigenlijk het moeilijkste. Toen we begonnen met het plan was niet duidelijk wat allemaal wel kon en niet kon. Omdat die schulden zo hoog zijn, werd alles even gestopt. Je hebt ergens geld nodig, hè, om toch een aantal projecten te kunnen doen. Om je sociaal vangnet te kunnen betalen. En om uit die crisis ook te komen. Wat is eigenlijk het grootste probleem dat moet worden opgelost en waar dit plan aandacht aan besteedt? Het grootste probleem, dat is het schuldenvraagstuk. Hè, dat heb ik aangegeven. Die schulden, 9 miljard dit jaar aflossen, is te veel voor ons. Dus we gaan dat terug moeten brengen naar 2, maximaal 3 miljard, omdat we niet meer aan kunnen. Hoe wordt dat probleem opgelost? De regering heeft een internationaal bureau in de hand genomen. Lazar Freyerts heette ze. En die hebben samen met het Bureau voor de Staatsschuld alle schulden goed in kaart gebracht. En het is best wel een complex proces, omdat er 15 soort verschillende overeenkomsten zijn. En de ene moet je eerder terugbetalen dan de andere. Dus allerlei zaken zijn erin, maar dat is allemaal nu goed in kaart gebracht. En er wordt gesproken met de schuldeisers. Als je een lening hebt genomen, moet je het afbetalen. Je kan niet zeggen, je betaalt niet. Als we als land niet zouden betalen, dan... Je kan zeggen, je betaalt niet. Sommige landen hebben dat gedaan. Daarmee verklaar je jezelf eigenlijk failliet. Maar als je dan exporteert, want we exporteren veel goud, dan gaat men aan de andere kant wachten op het goud en zeg oké, dan nemen we dit in beslag alvast. En de regering heeft ook gezegd, nee, wij zijn verantwoordelijk genoeg. Wij willen onze schulden afbetalen. Ze zijn niet door deze regering gemaakt, door de vorige regering, maar het land als zodanig is hetzelfde land. Dus wij gaan als verantwoordelijke regering willen dat afbetalen. Maar we willen wel tot een goede schikking komen om te kijken wat kunnen we betalen. En daarvoor hebben we ook internationale assistentie nodig. Om te kijken van hoe moeten we onderhandelen met die schuldeisers. En je neemt dan een bedrijf die dat gedaan heeft voor Ecuador en voor andere landen. Zodat dat expertise is die wij zelf niet in huis hebben, maar die je moet inhuren.